Voorzitter, bedankt. Ik denk dat wij, college van de president, zeer op prijs stellen met betrekking tot spoil system, dan wel merit system. Maar waar het om gaat, dat ik begreep uit die vraagstelling, voorzitter, via u aan de president, dat wij een duidelijkheid willen hebben, meer nog als we kijken naar eerdere opmerkingen met betrekking tot rechtsstatelijk handelen, rechtsstatelijkheid, waar we aan toe zijn. Waar zijn we aan toe wanneer regels die wij nu hebben, dat niet op basis van die regels gewerkt wordt en dat handelingen plaatsvinden en de president zegt dat hij misschien daarop later in terugkomt, graag. Laten we hier zijn en laten we niet discussies daarbuiten voeren, voorzitter. Wij staan open om discussies te voeren. Laten we die discussies voeren. Laten we van de regering weten, dit is onze algemene politieke beschouwingen. Welke richting wil de regering opgaan? En daarvoor zijn we hier, als we medewerking, als we die kwestie van ambtenaren hier in uw parlement ter discussie willen zetten. Laten we dat doen. Ik heb altijd, dat is mijn persoonlijke voorkeur geweest, ik ben een grote voorstander van fulltime parlementariërs. Precies zoals ministers fulltime hun job doen, dat wij dat moeten, maar dat is mijn persoonlijke beeldvorming van parlementariërschap. Dus president, via u voorzitter, wat is het beleid, welke richting willen we opgaan, dat willen we weten, zodat wij daarop kunnen ingaan en let op het rechtsstatelijk handelen. We hebben regels en we moeten conform die regels handelen. Het is geen willekeur situatie dat we mensen naar huis sturen terwijl de regels daar zijn. Dank u wel. Dan hebben we lid Kastelen. Bedankt, voorzitter. Het lid Gardien heeft de weg reeds ingeslagen, maar ik denk dat het goed is, voorzitter, via u aan de president, om vast te stellen dat er, als er verkiezingen zijn, dan heb je dat een samenleving is opgedeeld in verschillende groepen, politieke partijen, die streven naar verkiezingswinst om daarna een staat te gaan besturen. Volgens de regels die er zijn, grondwet, wetten en noem maar op. Wanneer die regering geformeerd is, voorzitter, dan is het de plicht van die regering om die verdeeldheid in die samenleving weg te maken. En die wc-situatie weg te maken, voorzitter. En niet een situatie te creëren waarbij men dan gaat, en dan kan je praten over merit system en spoil system, laat dat dan een regel zijn, laat dat een afspraak zijn van die samenleving. Maar laat het niet zo zijn dat burgers van dit land, en u bent president van het land, u bent de vader des vaderland. En al die burgers hebben recht op uw bescherming. En als ons staats, als ons overheidsapparaat te groot is, en we constateren dat samen, dan moeten we samen met elkaar nagaan hoe we dat land gaan organiseren als het nou gaat om productie, om arbeidsplaatsen, zodanig dat we een gezonde overheidssysteem hebben. Want daarom bent u regering, daarom bent u president, daarom heeft de meerderheid u daar gezet. Dat u ervoor zorgt dat als u de mensen weghaalt, dat er alternatieven zijn. Dat er arbeidsplaatsen worden gecreëerd door ondernemers of dat kleine ondernemers worden gestimuleerd. Maar we halen bij die overheid arbeidsplaatsen weg. De kleine ondernemers in de goudvelden halen we weg. En we laten die samenleving, laten we die mensen staan, voorzitter. En er is geen uitzicht en geen uitweg en geen perspectief voor die mensen. En er is net gezegd, er zijn regels, er is een AO, tot eenmaal toe verlengd, tot tweemaal toe verlengd. Als het nou palengravers zijn, als het nou schoonmaaksters zijn, als het nou koffiedames zijn, ze zijn deskundig op hun gebied. En we hebben ze ook nodig, president. U heeft ze ook nodig. We hebben ze nodig. Ze zijn onderdeel van ons land. En als ze op onterechte gronden volgens de deskundigen op de departementen zijn aangetrokken, dan worden er maatregelen getroffen, maar dan moeten we zorgen voor alternatief. Dat is wat we oproepen, onze regering. Dat is wat we vragen, dat iedere werker recht wordt gedaan.
Niets anders. En als u vindt dat ze uw beleid dwarsbomen, dan moet u iets hebben waarop u vaststelt dat ze niet goed functioneren. En dat is onze ambtenarenwetgeving ook daar om op te treden. Dat is wat ik wilde zeggen. President, u bent vader des vaderland. We verwachten van u dat u beleid maakt dat u deze mensen ook opvangt. Dank u wel. Ja, dank u wel. En dan hebben we... Let Jogi. Voorzitter, bedankt. De grondwet van de Republiek Suriname, voorzitter, zegt in artikel 8, lid 2, niemand mag op grond van zijn geboorte, geslacht, ras, taal, godsdienst, godsdienstige afkomst, educatie, politieke overtuiging, economische positie of sociale omstandigheden of enig andere status gediscrimineerd worden, voorzitter. Voorzitter, wanneer de president hier aangeeft dat mensen bezig zijn geweest palen te plaatsen, voorzitter, is mijn conclusie dat de president bezig is een deel van dit Surinaams volk te discrimineren, voorzitter. Op basis van een politieke overtuiging die de mensen hebben gehad, voorzitter, en nog steeds hebben, voorzitter. Bovendien, voorzitter, geen Anton Paul. Lid Paul. Jogi, u moet niet reageren op zaken buiten. Voorzitter, en wanneer mensen worden aangeduid als politieke ambtsdragers, voorzitter, vlaggedragers, voorzitter, geef daar des te meer aan dat deze regering op basis van het politieke keuze die mensen maken, mensen discrimineert, voorzitter. Bovendien, het recht op werk is een grondrecht, voorzitter. En het zou, zoals meneer Kasten ook heeft aangegeven, niemand anders dan de president moeten zijn. Die zou moeten opkomen voor de belangen van Surinamers, voorzitter. Voor de belangen van burgers in dit land, voorzitter. En terwijl wij zien dat aan de ene kant dit discriminatoire beleid van de regering wordt voortgezet, voorzitter. Wij zien dat aan de andere kant andere politieke vlaggedragers wel in dienst worden genomen, voorzitter. De vraag is dan... Kunt u afronden, lid Jogi? Ja, voorzitter. Nog een paar minuten. Waar zijn wij beland, voorzitter? Minuten. Kunt u afronden? En ik moet afronden, voorzitter. Maar ik ga u zeggen, ik wil een beroep doen op de regering om op te houden met die politieke rancune waarmee die regering bezig is. En ik heb ook begrepen, voorzitter, dat de president gaat naar Nikeri om schoolskip daar te houden, voorzitter. Lid Jogi. Voorzitter, ik rond af. Voorzitter, u bent al over de tijd heen en een halve minuut en nog langer. Ik heb nog twee vragen. Vertel me klaar. Kan de regering overzicht geven? Kan de regering overzicht geven? Hoeveel mensen de regering vanaf deze regering aantreedt? De wacht heeft afgezegd van ga naar huis, jongens. En hoeveel mensen er in dienst zijn getreden, voorzitter? Laten we die lijst krijgen en laat de samenleving beoordelen, voorzitter. Laten we dat doen. Ik verzoek de regering wel, om zich te... daar heb ik lid Breveld. Breveld, sorry. Ik zie dat we lid Ranjit Singh, die moest nog voor lid Jogi aan het woord zijn. Kom, lid Ranjit Singh. Voorzitter, bedankt. Voorzitter, er is een heleboel hier gezegd. Ik wil de president vragen, wanneer hij hier stelt dat we met elkaar moeten nadenken welk systeem we gaan hanteren met betrekking tot wijzigingen in het overheidsdenken, wanneer je een verkiezing wint, wanneer je een verkiezing verliest, wat er gaat gebeuren met de mensen. En wanneer de president hier de behoefte aangeeft dat we met elkaar dat moeten bespreken, dat betekent dat dat er nog niet is. Wat is er dan wel? En ik nodig u uit, president, de mensen die pas ontslagen zijn bij CBB, ik nodig u uit. Als u die stukken niet hebt, kan ik u die stukken geven. Dat toen de mensen daar in dienst zijn genomen op arbeidsovereenkomstbasis. U bent fractieleder. U weet het heel goed dat u via de voorzitter moet praten. Ik heb u al eerder gezegd. Oké, dan moet ik naar u kijken. Het is niet gisteren ingesteld, we hebben allemaal dat vraagstuk. Natuurlijk kan dat. Voorzitter, dan... Ik nodig de president uit
om naar die officiële stukken met betrekking tot de rechtstoestand van die mensen die ontslagen zijn. Voorzitter, wat die stukken zeggen. En dat in strijd met die stukken gehandeld wordt wanneer die kinderen worden ontslagen, op straat gezet, voorzitter. Dat er een behoefte is om daarover na te denken, akkoord. Maar u hebt zelf gezegd, de president heeft zelf gezegd, voorzitter, dat de mens centraal staat in zijn beleid. Het zijn mensen die in dienst zijn genomen, welke vlaggedragers er ook mogen zijn. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, ze zijn in dienst genomen op basis van stukken. De instructies van de ministers, van de regering is daar. Dat is wat ons pijn doet. Dat is waarvoor we uw aandacht vragen, ja, via u. Voorzitter. Zien, kunt u afronden. En tweede zaak, voorzitter, is dat als er inderdaad een behoefte is om met elkaar te praten, laat die gedachte hier ontvouwd worden. Laat we komen, laat we praten met elkaar. Het gaat om een stukje rechtszekerheid. Het gaat om een stukje baanzekerheid. Het gaat om de toekomst van mensen. Daar moeten we vanaf blijven. Dank u wel. Ja, dank u wel. Dan heb ik nu het lid Breeveld. Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Het is publiek geheim, mevrouw de voorzitter, dat politieke partijen en politici jarenlang dit land gepolitiseerd hebben. Alles in dit land heeft met politiek te maken. En elke keer hoor je bij burgers steeds zeggen van je moet de kruiwagens hebben. Dat is iets wat niet in ons voordeel spreekt. Dat is iets waar duidelijk verandering in moet komen. We moeten een keertje komen naar objectieve profielen waarin mensen worden aangesteld. In het bedrijfsleven is het zo, als je in het onderwijs les wil geven, als je in de verpleging wil gaan werken, dan zijn er objectieve profielen om iemand aan te stellen. Waarom bestaan die niet voor de overheid? En we moeten als samenleving heel serieus daar naar kijken. We moeten met z'n allen beseffen dat we de hand in eigen boezem moeten steken en beseffen dat we jarenlang mensen de mogelijkheid gegeven hebben om in dienst te treden van de overheid, terwijl we weten dat die overheid een waterhoofd is. We weten het met z'n allen. We weten, en er is ook gepraat over rationalisatie van die overheid, omdat we inderdaad te veel mensen hebben die bij de overheid in dienst zijn. Dus wat mij betreft ben ik een enorm voorstander van, en ik wil de regering vragen om veel scherper te gaan naar profielen bij de aanstelling van mensen. En in de verkiezingscampagne zullen wij geen mensen dingen beloven die wij niet waar kunnen maken en die de begroting van dit land loodzwaar maken en zorgen dat we daardoor bijvoorbeeld mensen met beperkingen niet kunnen helpen. Stichting van het Kind is daar. Omdat te veel lonen uitbetaald worden aan mensen die soms niets te doen hebben op die overheidskantoren. We weten het allemaal. En laten we niet doen alsof we vreemdelingen in Jeruzalem zijn, mevrouw de voorzitter. Omdat we weten dat het overheidsapparaat topzwaar is en dat we inderdaad moeten komen tot rationalisatie. Ik vraag en ik roep de regering op om te komen tot duidelijke profielen met betrekking tot aanstelling van mensen. En natuurlijk, Alle jarenlang hebben regeringen dit gelaten voor wat het is. En we hebben ook niet naar mogelijkheden gezocht om de mensen inderdaad mogelijkheden te geven buiten het overheidsapparaat. We hebben alleen maar mensen in dienst genomen, ja, jarenlang. Dus ik roep op tot een profielschets voor mensen en daadwerkelijk mensen aan te stellen waar het nodig is en niet anders. Dank u wel. Ja, dank u. Dan heb ik hier lid Paal. Voorzitter, ik heb gevraagd het woord te voeren, omdat ik verwachtte, nadat de president had gesproken over paaltjes, mensen die paaltjes zetten, dat men daarover inderdaad zou praten. En ik heb geluisterd naar het geachte Ranjit Singh en het geachte Jogi. Ik ben niet met ze eens, maar den Chisere aregeren mooi, omdat de regering haar mond maar houdt over deze zaak en andere mensen over haar heen laat lopen. If he make his rift on grassy regering, kou onyayu. Via de voorzitter. Dat is wat ik u wil zeggen. Ten aanzien van die groep, voorzitter, moet men gewoon de waarheid zeggen. Het is gewoon een eschatologie van de hele dimensie. In het verleden ligt het heden en in het nu. Wat komen zal. Wat is er in feite gebeurd met deze mensen? De mensen zijn in dienst genomen, een deel van ze, inderdaad om paaltjes te zetten. Inderdaad om vlaggen te zetten.
en als seizoenarbeiders in verband met de verkiezingen. En men heeft nagelaten hun te vertellen dat zij na het verlopen van het seizoen naar huis moeten. Als je ze had verteld, had men je nooit verteld. En laat mij uitleggen, voorzitter, wat er gebeurd is toen na de verkiezingen er mensen in dienst moeten worden genomen, heeft de regering toen een paar eruit gehaald en ontheffingen verleend. De mensen die nu naar huis zijn gestuurd, hebben nooit ontheffingen gehad van de regering. De mensen die ontheffingen gehad, hebben op basis van die ontheffing een AO gehad van de regering. En aan die mensen kunt de regering niet tornen, anders gaan ze naar de rechter en ze winnen grandioos de zaak van u. De mensen die nu naar huis zijn gestuurd, zijn de zogenaamde seizoenarbeiders. En de heer Ranjit Singh zegt een ding, dat er papieren zijn. Er zijn niks van papieren. Het is bluffen. En laat de regering aantonen, voorzitter, wat er precies aan de hand is. Omdat die mensen zijn op basis van een contract voor een seizoenwerk in dienst genomen. En terecht, ik wil de regering waarschuwen om erop toe te zien dat mensen die een ontheffing hebben, dat ze die mensen wel met rust laten. Ik dank u wel. Ja, dank u wel. Lid Misikaba. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dus mensen kunnen blijven huilen. Voorzitter, maar we zijn niet onder de indruk, voorzitter. Want ik ga u zeggen waarom. Die oproep die we hebben gehoord en zogenaamd pleidooi voor arbeiders is niet oprecht. En ik ga u zeggen waarom. We hebben hier, voorzitter, langer als 2-3 jaar in het vorig parlement gepleit, voorzitter, voor werkers van de 2 Nucleus Center. 1 in Brokopondo. De drijven worden zuur. Rustig. Voorzitter. Te reageren op dingen buiten de microfoon. Voorzitter, Brokopondo en Albina. Ik heb nooit de stemmen die ik vandaag heb gehoord toen, waren ook werkers, voorzitter. Maar er is toen niet opgekomen voor hun. De voormalig VP, en het spijt me dat hij niet hier is en ik moet bespreken, heeft geweigerd, voorzitter, om ontheffing te tekenen voor de mensen. Ik heb deze stemmen nooit gehoord. Die opkwamen voor die mensen. Is het omdat ze in Albina wonen en omdat ze in Brokopondo wonen? Dus die oproep is niet oprecht, voorzitter. Voorzitter, wij zien dat deze regering aantreedt. En men heeft werking van gemaakt om ook die Surinamers, voorzitter, een stukje, want we hebben geweldige woorden hier gehoord, rechtstoestand van de mensen. Om ook hun rechtstoestand, voorzitter, in orde te maken. Voorzitter, wanneer er wordt gevraagd door de fractieleider aan de overkant wat er dan wel is. En hij doelt dan op, voorzitter, de kwestie van het feit dat je mensen naar huis kan sturen dan wel niet. Hij vraagt wat er is, voorzitter. Voorzitter, de praktijk die wij hebben in Suriname tot de dag van vandaag is dat wanneer een nieuwe regering aan de macht is, dat die naar willekeur, voorzitter, mensen naar huis stuurt. Mensen van mijn partij hebben ook, voorzitter, langer als 10 jaar thuis gezeten. En daarom roep ik op, voorzitter, ook de mensen aan de overkant, om met elkaar te praten, zodat we tot een regeling komen. Wanneer u praat, rust, luister. Nee, let me see voorbij, ja, voorzitter. Voorzitter, daarom roep ik op, ook aan mijn collega's aan de overkant, laten wij met elkaar tot een regeling komen. We hoeven het niet opnieuw uit te vinden. Het is al uitgevonden in de wereld. Zodat wij met elkaar bepalen wie, wat noemen we politieke functies en wie zijn de ambtenaren die met de regering zo snel naar huis moeten gaan, voorzitter. Dank u. Ja, dank u wel. Ik heb niemands naam gehoord. Oh, mevrouw Weidenbos. Ik heb geen naam gehoord. Ik heb... Hij heeft naar niemand gerefereerd. Laat mevrouw Weidenbos even het woord. Kunt u het omschrijven, lid Kastelen? Voorzitter, er is door de spreker en er is in ieder geval door mij, heb ik een aantal principes aangegeven wat ik verwacht dat de regering moet doen. En hoe is uw
naam genoemd. Als u een beetje geduldig bent, voorzitter. U moet omschrijven. Maar ik ben bezig te omschrijven en u onderbreekt me weer. Ik heb een systeem aangegeven. Ik heb niemands naam genoemd. Ik heb ook niet gerefereerd naar de coalitie of de oppositie. Als mijn confrère aan de overzijde van oordeel is, een andere mening heeft, dan verwacht ik dat hij die mening presenteert in een gezond debat. Bent u dan genoemd? Hoe heeft hij u? Maar hij refereert naar mijn bijdrage en zegt, hij heeft mijn stem niet gehoord. Ik heb uw naam niet gehoord. Ik heb uw naam niet gehoord, lid Kastelen. Lid Kastelen, ik heb uw naam niet gehoord. Goed. Mijn naam is niet genoemd. Dan heeft u geen persoonlijk feit. Lid Kastelen, u heeft geen persoonlijk feit. Dan gaat u buiten de. Dan gaat u bedreigd mijn leiding. Omdat ik naar u luister. U heeft geen persoonlijk feit. En dan bedreigt u mij dat u een punt van orde gaat vragen. Dan betekent het dat u vindt dat u moet praten. Persoonlijk feit, punt van orde. U gaat. Ja, u heeft het woord zo even van me gekregen, u heeft gesproken. Nu heeft een ander lid gesproken en u vindt dat u weer wilt praten. Dus u heeft een persoonlijk feit gevraagd. Ik heb u gevraagd om me te laten horen hoe u persoonlijk in de spreekbeurt van het lid Misikaba bent genoemd. En u kan het niet aantonen, lid Kastelen. Zo. Lid Kastelen, u heeft het woord niet. Nee, mevrouw Weidenbos. Lid mevrouw Weidenbos heeft het woord. Lid mevrouw Weidenbos. Ja, voorzitter. Het lid Misikaba heeft het gehad over die politieke functies. En eigenlijk is het niet iets van het lid Misikaba. Het is iets wat ik eerder naar voren gebracht heb, jaren geleden, maar waar er geen stappen ondernomen zijn om eigenlijk echt te gaan definiëren wie komt met deze regering, niet deze regering, elke regering, en wie er weggaat met die regering. En dat de mensen gewoon weten, u bent er voor 5 jaar, misschien korter, kan een andere periode zijn, maar dat de mensen dat weten. Maar elke keer weer wanneer een andere politieke partij of een andere combinatie aan de macht komt, omdat alle ambtenaren, de directeuren, onderdirecteuren, de hele gaspotiek moet weg. Laten we zeggen dat u deskundigheid weghaalt. Dus ik vraag u echt wel, president, via uw voorzitter, laten we nu het van die kant komt en ook van deze kant, laten we ernaar kijken. Voorzitter, ik weet niet wie die mensen zijn, over wie het nu gaat. Als de president zegt dat het vlaggendragers waren of mensen die vlaggen gezet hebben, dat wil zeggen dat hij ook weet welke kleur vlaggen ze gezet hebben. President, via uw voorzitter, dan lijkt het op rancune. Dan lijkt het op rancune alsof u achter die vlaggendragers aangaat. Waar ik een beroep op u wil doen, is om er naar te kijken. Want elke regering hebben we dit. Ook de regering waar u ondersteunde, hebben we deze zaken gehad. En heeft men gekeken van hoe kunnen we dit oplossen. U zegt de mens staat centraal. Kijkt u ernaar, omdat het gaat om mensen die echt onderaan de ambtenaren ladder zitten. Het gaat niet om die hooggekwalificeerd, of tenminste de mensen met die u in dienst genomen heeft tegen behoorlijk hoge bedragen. Kunt u afronden, mevrouw Weidenbos? Ja, het gaat echt om het gaat om moeders die kinderen naar school moeten sturen. Het gaat om vaders die hun kinderen moeten verzorgen. Toch? Ik doe een beroep op u, president, via uw voorzitter. Kijkt u ernaar of u toch een mogelijkheid hebt, zonder dat ik weet wie die mensen zijn. Misschien zijn ze van mevrouw uw partij. Mevrouw Weidenbos, u bent echt over uw tijd heen. Ja, mag ik nog even afronden, voorzitter? Misschien zijn ze zelf van mijn partij of welke kleur, ik weet niet welke kleur. Maar de mens staat centraal, president, via uw voorzitter. Dank kijkt u, u alstublieft ernaar. Lid Parmisser. Punt van orde, voorzitter. Nee, u heeft me zo even ronduit bedreigd dat u het woord gaat nemen door een punt van orde. U gaat het niet krijgen, lid Kastelen. U heeft ten gehore van de hele samenleving aan mij gezegd dat u een punt van orde gaat vragen om het woord te krijgen. U gaat het niet krijgen. Lid Parmisser. Lid Parmisser. Voorzitter,
Voorzitter, bedankt. Ik moet u aangeven dat ik vanaf de begin 90er jaren de krantenartikelen, het onderhoud gestructureerd met de toenmalige autoriteiten waren er daar. Toen het overleg hogerkader, het hogerkader waren georganiseerd, aandacht vroeg voor dit soort zaken. Aandacht vroeg om niet alleen het kader, het hogerkader, maar ten aanzien van het beleid, dat we duidelijkheid moeten verschaffen. Voorzitter, en toen waren deze modellen ook gepresenteerd. Dat er mensen moeten niet reageren op zaken buiten de microfoon. Ja, voorzitter, het is moeilijk. Als wij zinnig over een onderwerp willen praten, voorzitter, dan merk ik dat velen daartoe niet in staat zijn. Voorzitter, we kunnen naar bepaalde situaties kijken in die samenleving. We kijken naar die situatie in die samenleving en dan kan het allicht treffen dat een buurman, een buurvrouw ineens geen werk heeft. Maar daarom ben ik blij met de inspanningen, het regeringsbeleid, dat we die productie gaan aanpakken. Het nationaal bedrijfsleven, productie, dat het beleid erop gericht is. En we zullen met elkaar gaan naar die vorderingen gaan kijken. Naar de vorderingen met elkaar gaan kijken hoeveel arbeidsplaatsen er extra duurzame arbeidsplaatsen gecreëerd worden. Dat is iets wat we in de afgelopen jaren helaas niet hadden. Dat is die beleidsombuiging ten eerste, voorzitter. Voorzitter, wij hebben hier ook voorstellen gedaan en doen dat weer, voorzitter. Om toch regelingen te treffen zoals in volwaardige democratieën bestaan. En hier, daar in de kantine, heb ik erover gehad. Een periode voor de verkiezingen, bijvoorbeeld een jaar voor de verkiezingen. Moet je personeel aantrekken, ja. Openbare werken, publieke zaken initiëren, et cetera, et cetera. Dat zijn zaken die we hier aangehaald hebben. En dat is iets, voorzitter, kunnen we? Ja. Dank u, voorzitter. Lid Permesser, u moet afronden. Dus daarom kan ik alleen maar toejuichen wanneer we zinnig over dit soort zaken met elkaar gaan praten en tot een oplossing komen duurzaam voor de toekomst, voorzitter. Zaken zijn lang blijven liggen. U moet nu dank u, voorzitter. Ja, dank u wel. Dan hebben we de interruptieronde gehad. En dan gaan we terug naar de president. Nee, ik heb u al gezegd. U misbruikt het punt van orde. En dat heb ik. Rustig, leden, rustig, rustig. Lid Kastelen. Lid Palat. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken. Ja, ik heropen de geschorste vergadering. President, u heeft het woord. Lid Kastelen, u heeft me in front of the nation gezegd dat u heeft me bedreigd dat als ik u geen persoonlijk feit geef, dat u een punt van orde gaat vragen om toch te kunnen praten. Maar daarvoor dient het punt van orde niet. En ik ga u het reglement van orde ook voorhouden. Laat me u het reglement van orde voorhouden. Ja, ik hoor dat u een punt van orde heeft, want u heeft me gezegd waarom u het gaat doen. Ja, u heeft gezegd, de orde van de spreekbeurten kan verbroken worden door een punt van orde. Het kan. Er staat niet moet, het kan. En we zijn meestal redelijk en we hebben het zo even ook gegeven. Maar wanneer u me van tevoren gewoon zegt dat u dat gaat misbruiken
om een spreekbeurt te krijgen, dan begrijpt u dat wanneer u dat doet, dat u het van mij niet gaat krijgen. En u gaat het echt niet krijgen. Het spijt me erg. Ja, president, u heeft het woord. Ja, president, u heeft het woord. U bedreigt me weer. Gaat u gang. President, u heeft het woord. Mevrouw de voorzitter. U moet ingaan, president. De leden van de Nieuw Frontfractie. De leden van de Nieuw Frontfractie en van andere fracties hebben opmerkingen en vragen gesteld. En het is de bedoeling dat u nu erop ingaat. Mevrouw de voorzitter, laat me voor de duidelijkheid aangeven. Uiteraard onder uw leiding. Dat ik vanuit deze positie probeer in te gaan op vragen gesteld vanuit uw college. Lid Bova. President, u heeft het woord. Laat u niet afleiden, u heeft het woord. Ja, mevrouw Weidenbos, het is te druk in de zaal. Wat verwacht u van me? Dat ik mijn hand opsteek als een kleuterschooljuf? Nee, het zijn grote mensen daar en ze weten wat ze doen. President, u heeft het woord. Voorzitter, bedankt. Dus ik wil nogmaals herhalen dat ik inga op vragen gesteld in uw geacht college. En de vraag waar het over ging, voorzitter, ik had u twee redenen aangegeven. Ik denk dat als u vragen heeft gesteld aan de president, dat u de beleefdheid kunt opbrengen om nou te luisteren naar het antwoord. Voorzitter, ik had u al twee redenen gegeven waarom ik niet altijd kom in dit college. Ik neem aan dat uw derde reden nou ingevuld is. Mag ik doorgaan, mevrouw de voorzitter? President, u moet gewoon voortgaan. U moet uw antwoord geven. Want ik ga geen schorsing geven en geen punt van orde.